Zaterdag is in Scheltema de winnaar van het International Fotofestival Leiden bekendgemaakt. Het festival kiest een winnaar uit 20 Europese fotografen die maximaal 5 jaar geleden zijn afgestudeerd. De winnaar krijgt genoeg aandacht van de media en ontvangt maar liefst 1000 euro. De voltallige jury heeft op 17 juni jongstleden unaniem besloten dat de eerste prijs van het Internationaal Fotofestival 2017 gaat naar Saskia Alkemaar. Volgend jaar heeft het fotofestival een nieuwe locatie, namelijk de Lamme Markt in Leiden. De leden van het bestuur vinden het een goede locatie om een aantal redenen. De Lamme Markt heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en heeft een hele duidelijke culturele bestemming gekregen. En binnen zo'n culturele bestemming kan het fotofestival natuurlijk niet ontbreken. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat wij heel graag een fotofestival willen neerzetten met een festivalgevoel. Dus in plaats van dat we helemaal verspreid over de stad, versnipperd over de stad eigenlijk zichtbaar zijn, willen we juist iedereen verleiden en lokken naar één locatie waar je echt in contact kunt komen met het werk van de kunstenaars. En dat, ja, daar is de Lamme Markt natuurlijk een fantastische locatie voor. Met de nieuwe locatie en het echte festivalgevoel zal het volgende festival gehouden worden in april 2018. In april kun je een festival verwachten waar je zowel naar foto's kunt komen kijken, noem maar even plaatjes kijken, maar het is ook een festival waar je kennis gaat maken met de fotografen zelf. Dus zij zullen zelf ook iets van zichzelf laten zien, hoe ze tot hun werk komen, wat hun inspiratiebronnen zijn. Dus voor de mensen die daar de verdiepingsslag in zoeken, is er alle ruimte. En het is een festival waar je ook nog eens een kopje koffie zou kunnen drinken of iets kunnen eten, om dan gewoon even wat langer rond te blijven lopen en te genieten.